Het monitoringsteam voor mensen met een beperking heeft op 20 augustus 2024 zijn resultaten en uitdagingen gepresenteerd aan president Chandrika Prasad Santokhi. Sinds de oprichting in februari 2024 heeft het team zich gericht op de ontwikkeling van duurzame strategieën op gebieden zoals transport, sport en onderwijs. Er zijn echter ook uitdagingen zoals het gebrek aan vakgerichte trainingen en aangepaste leermiddelen. Het team stelde onder andere voor om het Affordable Housing Program te verbeteren en de financiële tegemoetkoming voor deze groep te verhogen. President Santokhi sprak zijn waardering uit en beloofde verdere ondersteuning en financiering. Het ministerie van ROM heeft in samenwerking met het ministerie van OW een project gelanceerd om de weerbaarheid van het kustsysteem in Weg naar Zee te versterken. Dit project, gefinancierd door de ACTO en het Global Environmental Facility, richt zich op herstel en de aanplant van mangroven, versterking van zeeweringen en bevordering van duurzame visserijpraktijken. Het project omvat ook het verbeteren van waarschuwingssystemen en internationale samenwerking voor klimaatfinanciering. De behandeling van de strafzaak tegen de verdachte A. Adhin ging op 19 augustus 2024 verder bij het Hof, waarbij getuigen en de verdachte zelf zouden worden gehoord. De verdachte was echter niet aanwezig. De verdediging besloot af te zien van het verhoor van de getuigen. De zaak is vervolgens uitgesteld tot 28 oktober 2024, wanneer het verhoor van de verdachte op de agenda staat.